Dat is echt een schande. Nu ben jij pas op je 19e begonnen met zanglessen. Ja. Zeker. Wanneer werd het voor jou een reële optie om artiest te worden? Nou, eigenlijk de allereerste keer dat ik zong voor publiek. Toen gaven zij mij zoveel feedback. Zo van, wauw, je zingt fantastisch. Toen dacht ik, oh, dat wist ik niet. Dan kan ik misschien wel dan ja. toch wel mijn beroep van maken. Toch wel een beetje de richting op gaan als mijn moeder natuurlijk. Ik ja. studeerde toen nog gewoon marketingcommunicatie. Ik wilde niks te maken hebben met zingen en performen en dat soort dingen doen. Dat vond ik allemaal heel erg spannend. Ik wilde ja. heel liever achter de schermen. Maar ja, toen proefde ik van hoe het is om op het podium te staan en dat je mensen blij kan maken of kan ontroeren. En toen wilde ik eigenlijk nooit meer wat anders. Dus dat doe ik nu al een aantal ja. jaar. En gaat gelukkig heel goed. Ja, want je moeder is natuurlijk een zangeres en je vader was ook muzikant. Ja. Heb je nog een soort muzikale puberteit gehad? Dat je dacht van nou... Nee. Ja, ik ben altijd met muziek bezig geweest. Ja. En altijd in mijn kamer was ik wel meezingen met dingetjes. Maar als mijn moeder dan kwam, gelijk uitdoen. Ja, mam, wat is er? En mijn moeder, nee, zing maar door. Zeg ik, nee. Nee, absoluut niet. Vond ik eng. Ik echt verlegen wat dat betreft. Ja. Mijn moeder heeft het wel al sinds jongs af aan in zich gehad. Dat ze ging dansen en doen en performen, modeshows lopen. Ja. Dat heb ik echt niet. En je vindt ook geen schooltoneelstukjes van mij dat ik toch op stage... Nee, dat vond ik echt gewoon best wel heel spannend.